Hallo allemaal, vandaag is de dag van de ondernemer. Wat kan je daar nou bij tekenen? Kijk, ik ben zelf al 25 jaar ondernemer en al 30 jaar karikatuurtekenaar. Ja, dat is natuurlijk ook een onderneming. Ik heb dat samengevoegd tot één onderneming, maar goed, wat kan je daar nou bij tekenen? Nou, in mijn cursus zakelijk tekenen heb ik een symbool voor een winkel of een bedrijf. En misschien moeten we dat gewoon gaan tekenen. Teken je weer mee? Ja, de dag van de ondernemer. In mijn workshop zakelijk tekenen en in mijn cursus zakelijk tekenen, of in een van die twee in ieder geval, tekenen we een winkel. Of tenminste, je kraampje, zeg maar. Hè. We tekenen een kraampje en dat staat dan voor je winkel, je bedrijf. Laten we dat eens samen tekenen. We beginnen met een rechthoek, maar die loopt weg naar achter. Dus een korte lijn en een lange lijn die met elkaar verbindt naar achteren toe. Daaronder doen we zo die boogjes. Zo, en dan maken we lijnen naar achteren toe. En die mogen dan een beetje naar elkaar toe lopen naar achteren. Zodat we een beetje idee hebben van perspectief. Het is het niet echt, maar goed. Daaronder tekenen we een halve rechthoek en verbinden dit. Nou ja, voilà. Je hebt een kraampje in je winkeltje. Dan kan je dat eventueel nog inkleuren. Bijvoorbeeld met rood. Ik heb nu even geen kleuren bij, dus ik doe het even zo. Arceren. Nou is het even. Het is mooier net als dat oneven uitkomt, want dan heb je een donker en een donker aan de buitenkant. Je kan dit nog verder uitwerken natuurlijk. Je kan hier een naam opzetten van je winkeltje. Je zou hier ook nog eventueel nog vlaggetjes op kunnen zetten, zo. Bijvoorbeeld. Je kan er nog een bord bij zetten. Hè, van de, wat bied je precies aan? Zo. % korting bijvoorbeeld. Weet ik veel. Zo tekenen we, zeg maar, in de cursus of in de training een winkeltje. Vrij eenvoudig, vrij snel en vrij simpel. Maar het geeft wel gelijk goed weer wat je bedoelt. Hè, de toko, je winkel of je bedrijf. En ik zou zeggen, ga zelf hiermee aan de slag. Maak je eigen winkeltje ervan of je eigen bedrijfje ervan. En dan zie ik je morgen in de volgende video. Tot morgen.